We houden er allemaal van als een stempelset op veel verschillende manieren te gebruiken is. Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Hoewel we het natuurlijk fijn vinden als we onze stempelsets op veel verschillende manieren kunnen gebruiken, kan het soms intimiderend zijn als je echt alle kanten uit kan met een set. Voor mijn Step It Up vandaag heb ik wel een hele ontzettende veelzijdige stempelset gekozen, namelijk Alphabest. Hij is zelfs zo veelzijdig, want je kan er natuurlijk ieder woord, iedere spreuk, iedere naam, alles mee maken. Ieder getal, iedere viering, alles wat er mogelijk is, kan je doen met deze set. Dat hij juist daarom misschien overweldigend is. Dus vandaag ga ik 3 manieren laten zien hoe je de Alphabest stempelset kunt gebruiken. En natuurlijk kun je de teksten dus aanpassen naar wat je maar wil. De eerste, is in feite de eenvoudigste techniek wat betreft hoe je stempelt. Het vergt alleen een klein beetje voorwerk als je heel erg perfectionistisch aangelegd bent. Ik pak mijn schuimrubber laagje weer. Omdat we dus werken met fotopolymeer stempels, zodat je die extra kussenvorming zeg maar hebt. En ik heb hier een kaart, een basiskaart van extra stevig basic white kaartkarton. En je ziet wellicht dat ik hier wat potloodstrepen op gezet heb. Ik heb namelijk een tekst verzonnen die ik hierop wil gaan stempelen. En die ga ik verdelen over 7 regels. En ik heb ook het midden gemarkeerd, zodat ik kan beginnen met de letters die in het midden gaan en vanuit daar werken. In de hoop dat het een beetje in het midden ook uit gaat komen. Ik ga Grey Granite inkt gebruiken voor mijn tekst. En ik ga gewoon 16 keer controleren dat ik het juiste heb. En ik begin gewoon met in het midden op mijn lijntje mijn letter te stempelen. En ik weet dat dat woord daar komt, maar ook hier. En deze komt zowel links als rechts van de lijn. Deze lijn. En het voordeel van de letters los te gebruiken in plaats van er als één woord te plakken is dat je ze dus dichter op elkaar kan gebruiken. Nu die inkt droog is, heb ik de potloodlijntjes weggeveegd en dan kun je natuurlijk de zijkanten van de kaart ook nog even versieren. En als dat klaar is, ziet dat er zo uit. Dus ik heb met de Happiness Abound stempelset heb ik wat bloemetjes gestempeld. Die heb ik gekleurd met mijn watercolor pencils en vervolgens met de blender pen geblend. Dus dat is één manier om de Alphabest stempels te gebruiken. Dus gewoon rechtstreeks stempelen, midden op je kaart en dan eromheen versieren. Iets anders wat je kan doen is het volgende. Je kunt natuurlijk beginnen met een stuk gekleurd kaartkarton. Hier heb ik dan ook weer wat streepjes en lijntjes opgezet om me te helpen met het uitlijnen van mijn spreuk. Alleen in plaats van dat ik nou rechtstreeks op de kaart stempel, stempel ik op een stukje kaartkarton. En dat ziet er dan zo uit. Hier ga je dan de potloodlijntjes weggummen en er strookjes van knippen. En dan krijg je dit. En om er dan een kaart van te maken, heb je eigenlijk alleen nog een basiskaart nodig. Ik heb hier een stuk Knight of Navy genomen. Die heb ik al gerild en klaargemaakt. Even aanduwen nog met mijn vouwbeentje. Ik heb een stuk Hues of Happiness designpapier. Dus die zal ik erop plakken met een klein beetje multipurpose liquid glue. Multifunctionele vloeibare lijm. Tombolijm. En dan hoef je alleen nog maar je spreukjes erbij te plakken. En dan is je kaartje klaar. Nou, als je wil kan er nog wel bling bij of een lintje erbij als je daarvan houdt. Dus dit is dan optie 2. Dus niet rechtstreeks op de kaart, maar op een laagje. En dan de laatste mogelijkheid die ik vandaag wil laten delen. Die ik vandaag met je wil delen met de Alphabest stempels is deze. Ik heb hier strookjes gekleurd kaartkarton liggen. En ik ga hier mijn lettertjes op stempelen met Memento, gewoon met zwarte inkt.
Ja, op deze manier. Dus even nadenken. En de lettertjes ga ik deze keer uitponsen met de Best Label Punch. Deze kun je loskopen. Het is een heel mooi klein labeltje. Maar je kan hem ook als bundel kopen samen met de Alphabet Stempelset. En dan bespaar je 10% op de individuele aankoop. Dus altijd slim om een bundel te kiezen in plaats van één dingetje. Je kan dus gewoon door het pontje heen kijken om te bepalen. Nou weet ik dat de H in ieder geval wat hoger moet, anders dan ziet mijn P er raar uit. Misschien beginnen met de letters in het midden. Deze zit in het midden. Om mijn lettertjes zo meteen op te plakken, ga ik Stampin' Dimensionals gebruiken. Dus die ga ik vast op de achterkant van mijn lettertjes plakken. Gewoon één Stampin' Dimensional is prima. Houdt het mooi op zijn plek. En ik ga deze lettertjes zo meteen dus opplakken op mijn kaart. Mijn kaart ga ik maken van een stuk Mango Melody kaartkarton. Dus deze zal ik doormidden snijden bij 10,5 centimeter. En vervolgens krijgt hij een rillijn bij 14,85 om zo een standaard formaat kaart te vormen. Ik duw die dan altijd graag eventjes aan met mijn vouwbeen om te zorgen dat alle, dat mijn hoeken goed op elkaar zitten en dat alles mooi strak plat blijft liggen. Hierop heb ik ook een laagje van het Use of Happiness papier bedacht, namelijk deze. En die gaat opnieuw met de Tombow lijm op de kaart. En dan kunnen de achterkantjes van mijn lettertjes af, zodat ik mijn lettertjes kan gaan plaatsen. En deze kaart kan natuurlijk ook nog versierd worden met een aantal bloemetjes. Deze had ik al eerder uitgestanst. En kijk, zelfs die halve bloemetjes zijn dan perfect voor een kaart als deze. Om hem nog de randjes een klein beetje te versieren. En als je die dan opgeplakt hebt met mijn Tombow lijm, dan krijg je het volgende resultaat. Ja, dus dan zie je maar of je nou gaat voor individueel uitgeponste lettertjes, strookjes van je lettertjes of gewoon rechtstreeks op je kaart stempelen. Je kan met de Alphabest stempelset en in dit geval gecombineerd met de Hues of Happiness suite prachtige kaarten maken, geschikt voor elke gelegenheid. Hier zie je dus al drie manieren waarop je de Alphabest stempelset kunt gaan gebruiken om je spreukjes te delen. Het is dan alleen aan jou om te zorgen dat je ook de juiste woorden kiest. Heb je nog spulletjes nodig om zelf ook dit soort kaarten te kunnen maken? Dan help ik jou graag met je bestelling. Ik ben een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice en op het einde van het filmpje zie je precies hoe je je bestelling zou kunnen plaatsen. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. En laat vooral een comment voor me achter. Dat is ontzettend leuk om te lezen. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, druk vooral op de rode abonneerknop. Zodat je geen enkel filmpje van me mist. Elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te vinden. En op woensdagavond om 8 uur ben ik ook op Facebook te zien voor een Facebook live uitzending. Dus als je daar zin in hebt, de link daar naartoe vind je hieronder in de beschrijving. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je hebt genoten. Mocht je nog vragen hebben, stuur me gerust een mailtje zodat ik je kan helpen. En anders dan wens ik je vast heel veel knutselplezier en graag tot de volgende keer. Doei doei!